Hallo allemaal, ik ben hier vandaag weer. En vandaag heb ik voor jullie een last minute shoplog. Ik vertrek namelijk heel last minute prijs. Dus ik moest ook heel last minute nog een aantal dingen gaan halen. En deze dingen wil ik graag met jullie delen vandaag. Dus als jullie benieuwd zijn, blijf dan zeker kijken. Oké, als eerste ben ik naar de Kruidvat geweest. Daar heb ik een aantal dingen gekocht. Ook een aantal zaken die eigenlijk niet echt vakantie gerelateerd zijn. Maar die ik toch wel leuk vond om eens te proberen of te hebben. Als eerste kocht ik een bus zilver shampoo. Aangezien ik nu blonde mesje in mijn haar heb. En ik aan het experimenteren ben met allerlei shampoos. En dingen voor mijn geblondeerde haar. Dacht ik van, ik ga de zilver shampoo van Kruidvat ook eens proberen. Super goedkoop. En ja, we zullen wel zien hoe dat gaat werken. Dan kocht ik ook twee toffe productjes bij de Kruidvat. Het zijn namelijk deze, is het nog vuil? Wash in, wash out. Ja, kleurshampoo. In warm brown en chocolate brown. Deze blijven er maar 3 wasbeurten in. En kan je perfect op gekleurd of natuurlijk haar aanbrengen. Ik heb het al geprobeerd. De warm brown slaagt sowieso oranje uit bij mij. Op mijn geblondeerde haar, op de rest zie je het eigenlijk niet. Maar ik had meer verwacht van de chocolate brown. Jammer genoeg is die ook oranje-achtig, koper-achtig uitgeslagen bij mij. Ik weet niet of je het hier kan zien, ergens. Is het niet meer blond, maar weet je, het gaat eruit. Dus ik maak er mij niet zoveel zorgen om. Bij Kruidvat kocht ik ook nog scheermesjes. Want ik kan niet op vakantie vertrekken zonder scheermesjes. Ik wax niet, dus scheermesjes zijn voor mij echt een must. Ik haalde deze, ja, de verpakking is al, ze steken al weg. Wat zijn deze die ik heb gehaald? De Gillette Venus, het mega voordeelpak. Ja, het zijn de gewone. Dan kocht ik ook nog bij de Kruidvat een nieuwe wenkbrauwgel. Omdat mijn bijna op is en mijn wenkbrauwen echt wel wenkbrauwgel nodig hebben. Kocht ik mij nog een nieuwe voor ik op vakantie vertrok. Deze heb ik nog nooit gebruikt. Dit is de Essence Lash & Brow Gel Mascara. En dan als laatste bij de Kruidvat kocht ik ook nog een nieuwe nagelvijl. Ik weet niet waarom, maar al mijn nagelvijlen verslijten zo rap. En mijn nagels breken ook heel rap. Dus voor mij is het wel belangrijk om altijd een nagelvijl mee te hebben. Dus aangezien ja, dat mijn andere allemaal kapot zijn, kocht ik een nieuwe. Het is dezelfde, maar de vorige keer waren ze paars. Nu zijn ze oranje. Deze in het doosje. Deze vijl heeft 2 kanten. Eén om je nagels korter te maken en een zachtere kant voor ze vorm te geven. En ik vind het een super fijne vijl. Dus deze gaat ook lekker mee op vakantie. Dan ging ik nog naar Yves Rocher, omdat ik van een vriendin van mij had gehoord dat ze daar een goed product hebben voor geblondeerd haar te beschermen tegen de zon. Dus ik ging daar eens een kijkje nemen. Ik kocht daar uiteindelijk 2 producten. Als eerste dus product voor mijn haar te beschermen tegen de zon. Dat is deze. Het is een spray voor het lichaam en voor het haar met SPF 15. Ja, het is een soort olie. Ik ga hem vooral gebruiken voor mijn haar, want ik wil echt niet dat mijn haar nog verkleurt ofzo. En het, hier staat dat 12 tot 16 uur blijft. Maar toch, regelmatig ga ik hem aanbrengen. En dan zie ik wel hoe het werkt. Als laatste kocht ik ook nog bij Yves Rocher een scrub-achtig ding. Het is de Raspberry Peppermint douchegel met scrubdeeltjes in. Ja, eigenlijk niet zo speciaal. Hij ruikt echt wel lekker. Daar had ik wel schrik voor. De andere was
mango en nog iets. Maar ik lust geen mango, ik ruik niet graag mango, dus was mijn enige optie dit nog. Maar hij ruikt zoet, maar ook lekker fris. Dus heerlijk. Dus deze gaat ook zeker mee op reis. Daar ben ik echt super benieuwd naar. Dan kreeg ik ook nog een staaltje mee. Van in de Yves Rocher. Het is als dezelfde lijn van de oogshell die ik gebruik. Maar dit is dan de dagcreme. Dit is de Hydra Vegetal 24 Hour Intense Hydrating Gel Cream. Dus deze ga ik proberen op vakantie. Aangezien het zo'n klein tubetje is, is dat super gemakkelijk om mee te nemen. Ik kijk er echt naar uit om deze eens te testen. Zo, dit was mijn last minute shoplog. Ik hoop dat jullie een idee hebben gehad van welke belangrijke dingen, als je die nu nog niet in huis hebt, dat je toch nog kan gaan halen. Het hoeft natuurlijk ook allemaal. Zo, dit was mijn last minute shoplog. Ik ga nu de video afsluiten, want natuurlijk moet ik nog heel veel dingetjes doen. Maar ik zie jullie de volgende keer weer. Doei! Oh, dat zijn van die... Ja, die poppen heb ik gehad. Ik vond dat zo wijze poppen met die zo dikke lippen. En oh, echt zalig. One Direction, nee. Ego set, nee.